Het ministerie van Financiën heeft bekendgemaakt dat ze vanwege een tekort aan pasmunten heeft besloten om de in 2004 uitgegeven muntbiljetten van 1 SAD en 2 SAD en 50 cent in omloop te brengen. Deze muntbiljetten zijn nog steeds wettig betaalmiddel omdat ze nooit uit de roulatie zijn gehaald. De Centrale Bank van Suriname is belast met het in omloop brengen van deze muntbiljetten. Het ministerie benadrukt dat geen ander doel wordt nagestreefd dan te voorzien in het tekort van muntjes.